dit is de beveiliging die zo met dit weer altijd vaststaat met kettingen en een bliksemafleider. Deze koppel stenen staat nu in zijn werk. Dat wil dus zeggen, de stenen staan op elkaar en de ronsel staat in het wiel. Dat is ook voor de stormbeveiliging. Maar omdat ik nu niet ga malen, ga ik de ronsel uit zijn werk draaien. Wat je daar ziet, is de koppel molenstenen. Een 17er. Dat betekent? Arduinsteen is een formaat. Twee koppels molenstenen. Deze is voor de consumptie, voor het fijne gemeel. Reuzelvet. Ga ik de aspop even smeren. Moet ik voor naar boven klimmen. Want hier zit de insteekas. IJzeras, normaal kan hier een luik open, maar dat hebben ze met de restauratie dichtgeschroefd. En dan sta ik hier bovenop om de aspop te smeren. Dan doe ik een beetje reuzelvet gebruiken om te smeren. Ook aan de achterkant, waar wat de pin zit, kan ik ook een beetje reuzelvet. De vangbalk met de Vlaamse vang. Ja, met het bovenwiel. En dan wordt die losgemaakt door aan het touw te trekken. Trek maar. Haalt dat los. En dan ga je zien dat die van het wiel af gaat. Ja. En hier, aan de vangbalk zit een pin en met nu een sabelijzer. Kijk ze nu. Nu is de molen om te vangen. Laat ik de koepel weer terug op het wiel komen. De vang wordt aangedraaid en nu remt het molenwerk weer. Hier zit de pin en het sabelijzer hier achter.
pikt dat zadelijzer om te vangen. Werkt dat op deze manier. Ja. Open standaardmolen, gebouwd in de 17e eeuw als oliemolen in de buurtschap Oliekot bij Kuitaard. In 1781 overgebracht naar de molenberg te Groenendijk en ingericht als korenmolen. Vlucht 21,9 meter. Inrichting 2 koppels maalstenen. Terug te vinden in de geschiedenisboeken. Joost Jassen was zijn voornaam en Dengenissen was zijn achternaam. Wordt gewerkt. Oh ja. Zo. Dus de groene tekens en symbolen, vandaar wordt gewerkt. Nou ja, goed, je moet het wel even opzoeken of dat klopt. Dat is goed. Richten om de stenen te lichten. Het luiwerk om de zakken naar boven te hijsen. Binnen het luiwerk om de zakken naar boven te hijsen, binnen in de molen.